Iedereen die naar Wijchen komt, moet kunnen genieten van een aantrekkelijk, sfeervol, gastvrij en veilig centrum. Wijchen is wil hier samen met de gemeente en de ondernemers voor zorgen. Een nieuw beeldmerk en een nieuwe website geven Wijchen is weer een frisse, moderne uitstraling voor de toekomst. Centrummanager Piet Philipsen vertelt hier meer over. We waren ook toe om eens een keer een nieuwe vormgeving. Maar daarnaast kregen we regelmatig opmerkingen over het woordje Wijchen is. IS, we kennen allemaal het begrip. En we hebben dus een manier gezocht om dat beeldmerk op een andere manier neer te zetten. Zodat we die opmerkingen niet krijgen, plus dat we een nieuwe uitstraling wilden. We zijn daarmee aan de slag gegaan. We hebben de ondernemers daarbij betrokken. Wat zij graag zouden terug willen zien in het beeldmerk. Dat is uiteindelijk het kasteel geworden. En de bedoeling is ook dat de ondernemers het beeldmerk gaan gebruiken. De bedoeling is dat we in ieder geval circa van 200.000 consumenten weten te bereiken. En dan moet je denken aan Nijmegen-Zuid en Druten, Beuningen, ja, en Graven, zeg maar. Zodat wij, zeg maar, een totaal nog mooier en gezelliger centrum krijgen. Maar we willen graag Wijchen als centrum compleet houden met alle voorzieningen. En daarbij hoort dat we ook nog steeds meer consumenten naar Wijchen kunnen halen. En dat kunnen we doordat we een betere herkenbaarheid op de kaart neerzetten.